Hartelijk welkom bij deze goede vrijdagkerkdienst, waarin we de dood van Jezus Christus gedenken. Met liederen, met de lezing van het lijdensverhaal en ook in opdracht van Jezus zelf, met zijn maaltijd, aan het eind van deze viering bij brood en wijn. En als je dat in geloof mee kunt vieren, nodig ik je alvast van harte uit om dat thuis met ons mee te doen. Wij gedenken de dood van Jezus omdat hij leeft. Dat laatste, dat gaan we zondag volle bak vieren. Nu staat vooral zijn dood centraal, maar toch steek ik wel die paaskaars aan. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Er is genade voor jou en vrede. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik ga jullie voor in gebed. Heer onze God, in onze wereld gaat uiteindelijk alles dood. En in onze wereld dragen wij allemaal schuld. En we raken die niet kwijt. En daarom prijzen we u, God van liefde, dat u bedacht om in Jezus Christus in ons midden te zijn. En we prijzen u, Heer Jezus, dat u onze dood wilde sterven en onze schuld droeg. Help ons dit onbegrijpelijke wonder vol liefde voor u te vieren en te overdenken. Zegen ons in deze Goede Vrijdagviering. Amen. Ik wil jullie een bijzonder verhaal vertellen.
Een tijdje geleden kwam ik in Zwolle een Syrische ex-asielzoeker tegen. Hij is dus nu statushouder, mag in Nederland blijven. We raakten aan de praat. Ik vertelde dat ik in een kerk werk. En toen zei hij, nou, voor mij is heel bijzonder. Ik ben als moslim in Syrië opgegroeid. Maar ons huis stond naast een christelijke kerk. En zeker met de christelijke feestdagen hoorden we heel goed de muziek die daar klonk. En dat is eigenlijk ook mijn muziek geworden. En hij vertelde, straks is het Goede Vrijdag. En dan luister ik naar de muziek van Feroes. Feroes is een Libanese zangeres, is nu 86 jaar. En in de Arabische wereld is zij echt enorm beroemd. Zij heeft speciale Goede Vrijdag liederen. En deze moslim vertelde mij dat hij die op Goede Vrijdag altijd beluistert. Nou, een moslim die Goede Vrijdag viert, dat vond ik al heel bijzonder. En dan komt hij ook nog uit Syrië. En Goede Vrijdag gaat over lijden. En over wat mensen een onschuldige kunnen aandoen. Deze maand is het precies 10 jaar geleden dat Syrië zo'n land vol lijden werd. En vanuit Syrië is het verschrikkelijke lijden ook de hele wereld overgegaan. Met die verschrikkelijke vluchtelingenkampen. Het moorddadige regime van IS. Met toegenomen christenvervolging. IS-mensen die bijvoorbeeld naar de Sahellanden zijn gegaan en nu in Nigeria huishouden. En dat juist uit dat land vol lijden dit verhaal over Goede Vrijdag bij mij kwam. Ik vond het erg bijzonder. En we gaan een stukje van een Goede Vrijdaglied van Feroes beluisteren. En luister eens hoe zij verdriet en klacht in haar muziek aanleggen. We luisteren een stukje van een lied dat heet De dag dat ze Jezus op het hout sloegen. En zo zijn wij juist ook op Goede Vrijdag verbonden met de wereldwijde kerk. Ook als wij weer naar dat lijdensverhaal gaan luisteren. Dat wordt nu verteld vanuit Markus 14 en 15 met 3 lezers. Mia is de verteller, Robert vertolkt de stem van Jezus en Aline doet alle andere stemmen. Wat nu volgt is echt om te luisteren. En daarom hebben we ervoor gekozen om geen ondertiteling met bijbeltekst erbij te doen. De lezing van het lijdensverhaal wordt afgewisseld met een paar liederen. Bijvoorbeeld als eerste Psalm 118. Dat zingen we nadat net in het verhaal Jezus Psalm 118 met zijn leerlingen gezongen heeft. Na het gedeelte over het sterven van Jezus zijn we een tijdje stil. We luisteren naar het lijdensverhaal. Op de eerste dag van het feest van het ongedecemde brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem,
Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen. Volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: De meester vraagt, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen. Maak daar het Pesachmaal voor ons klaar. De leerlingen vertrokken naar de stad en alles gebeurde zoals hij gezegd had. Toen ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: Ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen één voor één aan hem: Ik ben het toch niet? Het is één van jullie 12 die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal heen gaan, zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: Neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker. En allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van God. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: Ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem: Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Ik verzeker je, juist jij zult me vannacht nog, voor de haan 2 gekraaid heeft, 3 verloochenen. Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: Al zou ik met u moeten sterven, ik zou u nooit verloochenen. Alle anderen zeiden iets dergelijks. Ze kwamen bij de olijfgaard die Gethsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: Blijf jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder,
liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen. Toen hij voor de 3e maal terugkwam, zei hij tegen hen: Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan in gezelschap van een bewapende bende die door de hoge priesters was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, die is het. Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af en zei: Rabbi! En kuste hem. Ze namen hem gevangen. Jezus zei tegen hen: U bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven. En toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. 1 jonge man, die alleen een linnen kleed aan had, probeerde bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten ging zitten. De hoge priesters probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen. Maar dat lukte hun niet. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring: We hebben hem horen zeggen: Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus: Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem: Bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei: Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem: Profeteer nu maar. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus zag zitten, keek ze hem aan en zei: Jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei: Ik weet niet waar je het over hebt. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders: Hij is een van hen. Maar hij ontkende het weer
En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: je bent wel degelijk een van hen. Jij komt immers ook uit Galilea. Maar hij begon te vloeken en zwoer: ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: voordat een haan 2 maal heeft gekraaid, zul je mij 3 maal verloochenen. En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. In alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden in de vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, leverden ze hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? U zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen: waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen? Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk Pesachfeest 1 gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen. Pilatus vroeg hen: wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen: kruisig hem! Pilatus vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder: kruisig hem! Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden. De soldaten leidden hem weg. Ze trokken hem een purperen gewaad aan en zetten hem een kroon van doornentakken op. Daarna brachten ze hem hulde: gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Thank you.
Via Dolorosa in Jeruzalem die dag. Verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze hem na, de man die sterven moest op Golgotha. Ze brachten hem naar Golgotha. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was het derde uur na zonsopgang. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers dreven de spot met hem. Ach, kijk nu toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur
viel er een duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Aan het eind daarvan riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: Hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: Werkelijk, deze mens was Gods zoon. Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe. Toen hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd. Toen de avond al gevallen was, kwam Jozef van Arimathea. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Jozef haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in een rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welk graf hij werd gelegd.
Ik kan wel 1000 redenen bedenken waarom ik niet bij God in de hemel mag komen. Ik kan 1 reden bedenken waarom wel. Jezus. Niet binnen mogen komen. Afstand moeten houden. Het zijn vaste en frustrerende onderdelen van ons samenleven geworden. Sta je daar weer in de voordeur te praten met iemand halverwege de oprit? Vlucht je weer die net iets te drukke supermarkt uit? Ik moest een tijdje geleden een paar dagen in mijn eigen huis met een grote boog om mijn dochter heen lopen. Omdat zij op school in aanraking was geweest met iemand die corona bleek te hebben. Zo raar, zo dom. Afstand houden, niet binnen mogen komen. Voor God zijn dat eeuwenoude en vertrouwde manieren, maatregelen. Afstand houden, niet binnen mogen komen. Je kon als mens niet zomaar met God omgaan. Daarvoor was hij te heilig en jij niet heilig genoeg. Gods heilige uitstraling is levensgevaarlijk voor mensen die de zonde koesteren. In de tempel werd die grens tussen God en mens uitgebeeld en heel zichtbaar met een groot, sterk en duur gordijn dat hing voor het allerheiligste gedeelte. Dat gordijn heette het voorhangsel. En ook in Jezus' tijd hing het daar. Het hing daar alsof het er altijd zou hangen. Want een tempel zonder voorhangsel, zonder dat gordijn, dat was echt ondenkbaar. En toen stierf Jezus Christus. En het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. De grens tussen God en mens, die er altijd wel zou zijn, dachten de mensen. Gods onzichtbare hand scheurt het in twee stukken op het moment dat Jezus sterft. Want Jezus stierf de dood die jij had moeten sterven. En vanaf nu is zijn dood jouw bescherming. Als je nu bij God binnengaat, hoef je niet bang te zijn. Ben je veilig, geen gevaar. Geen afstand houden. Gewoon binnen mogen komen. Jezus sterft. Het voorhangsel scheurt. Die twee horen bij elkaar. Als jij van harte gelooft dat Jezus zijn leven voor jou gegeven heeft, dan is de grens dus weg. En ben je welkom bij God. Geloof het. Vertrouw erop. Je bent zo welkom in de naam van Jezus bij God. Jezus sterft, het voorhangsel scheurt. Die twee horen bij elkaar. Als jij weet dat je welkom bent bij God, vergeet dan niet wat dat Jezus gekost heeft. Dat voorhangsel hing er niet zomaar. Onder andere jouw zonden zijn daar de reden voor. En het scheurde ook niet zomaar. Daarvoor moest Jezus sterven. Het voorhangsel scheurde pas nadat eerst zijn lichaam gescheurd was. Jezus sterft. Het voorhangsel scheurt. Die twee horen bij elkaar. Vergeet dat alsjeblieft niet. En wat een ongelofelijke verandering vindt er dan plaats. Het is echt bijna niet te geloven. Toen het voorhangsel er nog hing, mocht alleen de hoge priester na het brengen van speciale offers en met speciale kleren aan, 1 keer in het jaar, eventjes, achter dat voorhangsel in het allerheiligste zijn. En toen stierf Jezus. Toen scheurde het voorhangsel. En vanaf nu is iedereen die Jezus volgt en naar God vraagt, welkom. Iedereen, overal, altijd, waar ook maar ter wereld. Geen afstand houden. Gewoon binnen mogen komen.
Ik kan wel 1000 redenen bedenken waarom ik niet bij God in de hemel mag komen. Ik kan 1 reden bedenken waarom wel. Prijs de Vader. De weg is open. Naar de Vader en naar elkaar. Amen. Wij gedenken de dood van Jezus met brood en wijn, zoals hij het zelf aan zijn leerlingen voor het eerst heeft voorgedaan. En door alle eeuwen heen ontvangen wij het nu ook uit zijn hand. Laten we daarvoor eerst bidden. God, onze Vader, we danken u voor het geschenk van de maaltijd van Jezus Christus. We prijzen u om de liefde van Christus, die zijn leven voor ons gaf. Wij erkennen onze schuld en danken u ervoor dat u onze zonden vergeeft. Wij vragen u, zend ons nu uw Heilige Geest, zodat we gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht. Bemoedig ons wanneer we in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Verhoor ons gebed. Zegen ons als wij vieren. In Jezus' naam. Amen. Het brood dat wij breken staat voor de eenheid met het lichaam van Christus.
De beker met de rode wijn, de beker van de dankzegging, staat voor de eenheid met het bloed van Christus. Neem straks van het brood en drink uit de beker. Gedenk en geloof dat Jezus Christus gestorven is, om het tussen jou en God helemaal goed te maken. De weg is open. En zo stonden we stil bij de dood van Christus en mochten we het letterlijk proeven. Zijn dood, ons leven. Ik spreek een dankgebed uit. Heer God, u hebt uw eigen zoon niet gespaard, maar hem omwille van ons allen prijsgegeven. En zo weten we dat u ons met hem alles zult schenken. Wie zal nog uw uitverkorene aanklagen? U zelf spreekt ons vrij. Wie zal ons veroordelen? U, Heer Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. U pleit voor ons. Niets zal ons kunnen scheiden van uw liefde, God. We danken u dat u ons die hebt gegeven. In Christus Jezus, onze Heer. Amen. Blood and wounds.
En toen werd het stil. Toch heb ik alle reden om dit nog tegen je te zeggen, namens God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid van zijn Heilige Geest met jullie allemaal. Amen.